Mijn opleiding is eerste monteur service en onderhoud werkgebouw. Dat betekent dat ik met een collega naar de klant toe ga om de problemen op te lossen. De werkzaamheden waar ik de stagebegeleider van ben, die vinden hoofdzakelijk plaats bij JLS. En dat is laadarmen uit elkaar halen, nakijken en weer in elkaar zetten. Alles netjes gespoten, nieuwe onderdelen en dat noemen we revisie van de laadarm. Wat we bij deze gaan doen is even goed de balans controleren. En dan, daarna gaan we hem onder druk zetten met water onder 24 bar. Ja, hier begin je om 7:30 ben je aanwezig. En dan begin je om 8:15 tot 16:30. En als je naar buiten gaat, dus met je collega mee, dan ligt het aan waar je gaat werken. Want je bent van hun tijden afhankelijk. Dus als we om 4:00 beginnen, begin jij ook om 4:00. Deze arm is 28 ton. Ja. 24 meter hoog. Alleen bij de MRT, als we even rekening houden, dan is dat zijger 1,12 meter hoog. Dus je moet een ijshoofd hebben, of 25. In dit geval niet nodig, want we pakken hem gewoon bovenin. Met twee grommers, 20 ton, die kan je klaarleggen als je wil. Ik zou je graag willen bedanken voor de ervaringen die je nu al gegeven hebt aan mij. En dat ik nog veel voor je kan leren. Nou, dankjewel Mike. Jij ook bedankt voor de inzet. Ja. Ja, top, hij is goed.